Rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Romeo gaat bij de fontein zitten. Daar is het lekker koel. Het water spat in het rond. Langs de waterkant liggen veel bootjes. Het is deze week de week van de alfabetisering en in het hele land zijn overal activiteiten met het doel om het probleem van laaggeletterdheid aan de orde te stellen. En we hebben deze week een aantal activiteiten gehad en een van de activiteiten was een leesestafette. We zijn met een heel grote groep mensen van de Taalpunt, bibliotheek en allerlei andere organisaties, Schop Welzijn, taalvrijwilligers, zijn we de stad ingegaan en hebben op verschillende punten in de grote straat hebben we voorgelezen uit een makkelijk lezenboek. Romeo en Julia, heel bekend van Shakespeare. Dan ziet hij Romeo. Goedemorgen vriend, goedemorgen vriend. Zegt hij, met een vrijmoedige stem. Goedemorgen vriend, goedemorgen vriend. Dat kan toch niet, zegt Romeo. Hij reist met zinloos grote voeten. Je lijkt wel een werkkant, zegt hij. Heel bekend van Shakespeare, dat het boek is hertaald in eenvoudig Nederlands om het voor laaggeletterden ook leesbaar te maken. En we hebben dat gedaan om wat aandacht te vragen voor het probleem van laaggeletterdheid, waar ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders mee zitten. Nou kijk, we hebben in de bibliotheek natuurlijk ons taalpunt en we hebben in de stad proberen ook wat Almeloers wat meer bekendheid te geven, ook voor ons taalpunt. En ja goed, de bibliotheek blijft natuurlijk belangrijk als het om lezen gaat. Hè. Van jongs af aan is het belangrijk dat kinderen gaan lezen en ook op oudere leeftijd. En we hebben eigenlijk voor elke doelgroep ook wel boeken, dus ook hier achter mij de collectie makkelijke leesboeken voor volwassenen en jongeren. Taalpunt, dat heeft een aantal momenten in de week dat mensen zich hier kunnen melden. En dat zijn dan taalvrijwilligers, plus mensen van het ROC en van Scope Welzijn. Mensen krijgen een intakegesprek en dan wordt gekeken waar iemand behoefte aan is. Wil die bijgeschoold worden in schrijven of wil die leren een sollicitatiebrief schrijven, ik noem maar op. En dan wordt er gekeken wat is voor die persoon het beste. Het kan zijn dat iemand dan in een cursus, bijvoorbeeld bij het ROC, een cursus gaat volgen. Of iemand wordt gekoppeld aan een taalvrijwilliger, dus dan krijgt hij individueel les. Er is vanuit de Landelijke Stichting Lezen en Schrijven is er heel veel goed lesmateriaal ontwikkeld. En dan wordt een methode uitgezocht. En dan worden de afspraken gemaakt. Dan krijgt iemand dus één keer per week van een vrijwillige les. En dat kan zijn hier in de bibliotheek of op een andere plek in de stad. Een locatie van Scope Welzijn bijvoorbeeld. Maar we hebben inmiddels een paar honderd mensen zijn hier al geweest sinds wij het taalpunt begonnen zijn in 2013. Ja, sowieso de kwaliteit van de inzet is enorm hoog. En eigenlijk letten wij vooral daarop dat je op het moment dat je 100% je best doet en plezier hebt, dan wordt de kwaliteit van het spel vanzelf hoger. Dus waar wij op ingestoken hebben deze twee weekenden is vooral de inzet en het plezier in badminton. En daardoor zien we dat hier ontzettend leuk badminton wordt. Nou, die kwaliteit was al bekend. We zijn vorig jaar zijn we hier ook geweest en toen waren we ook verbaasd over de kwaliteit. Dus dat is allemaal heel goed werk geweest van de trainer Jimmy. Dit jaar konden we eigenlijk de oefeningen weer wat moeilijker maken, hè? Wat moeilijkheidsgraad erin stoppen. Dus je ziet ook dat ze hard gewerkt hebben en dat ze nu ook weer goed en fit aan het seizoen gaan beginnen. Almelo kent sinds een aantal jaren een toptalent op het gebied van de badminton. En dat is Sebastiaan Lee. Sebastiaan, de maand mei was voor jou bijzonder succesvol dit jaar. Ja, in de maand mei waren de Nederlandse jeugdkampioenschappen. En daar ben ik Nederlands kampioen geworden in de single en in de mix. Samen met Deborah Jille. Dat betekent dus dat jij een toptalentje bent. Hoe ben je zo tot badminton gekomen? Ik ben eigenlijk op 7-jarige leeftijd een keer met mijn vader en moeder mee naar de sport afgenomen, want zij speelden ook allebei badminton. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Ja, eigenlijk gelijk al toen ik bij BC Mod begon in Almelo. Toen zagen de trainers dat ik wel talent had. En toen ben ik gelijk naar de breedte training gestuurd. En daar is het begonnen. Ja, ik ben geselecteerd door Rune Massing en Robert de Keijzer om in november mee te gaan naar... Het WEK in Peru, dat zijn de wereldjeugdkampioenschappen.
Nou, de wereldjeugdkampioenschappen is van de leeftijd onder 19. Ik ben nu zelf 16, dus ik denk dat ik, als ik daar ben, veel ervaring op moet gaan doen. En dan hopelijk ook nog een beetje resultaat. Ik train sinds dit jaar 3 keer op Papendal. En daar train ik met senioren mee van de nationale selectie. Vorig jaar met mijn privé-trainer Arie Hof heb ik een heel trainingsschema uitgestippeld. En ook daar komen de Olympische Spelen in voor. Dat betekent dus dat we je over een paar jaar jou kunnen verwachten in een van de wereldsteden hier op de aarde. Ja, dat zou, zomaar, dat zou heel goed gaan kunnen. Hoe is jouw training te combineren met de school? Ik zit al 5 jaar op het Nordic. Het Nordic is een loodschool en ik heb daar mijn eigen begeleider. En die begeleider kan ik allemaal dingen mee overleggen. Zoals bijvoorbeeld als ik naar een toernooi moet of ik heb trainingen. Ik kan mijn huiswerk niet af hebben, dan kan ik naar die begeleider gaan. En die zorgt dan dat ik toch naar die trainingen kan, toch dat toernooi kan spelen. Dus zo gaat dat. Dus met andere woorden, het is helemaal aangepast aan het schema wat jij aanleert. Ja, precies. Succes. Dankjewel. Mannen van 35 en 45 plus, kom van de bank af, ga voetballen. We hebben een prachtig initiatief bij Oranje Nassau in samenwerking met PH, een 45 plus toernooi. Iedereen is welkom. Kijk op de website, 25 september, is iedereen welkom bij Oranje Nassau. Doe mee en geniet ook van die derde helft. IFFR staat voor International Film Festival Rotterdam. Waarom dit festival in Almelo? Jaarlijks gaan wij als clubje met de vrijwilligers naar het festival in Rotterdam, naar de zogenaamde Volkskansdag. Dat is de laatste dag van het festival. En dan worden alle beste films van het festival worden aan het publiek vertoond. Dat betekent dat wij op zo'n dag wel 5 films zien, van 's morgens 9:30 tot 's avonds 22:00. We hebben dan met een clubje zo'n 20 films gezien en daaruit maken we een selectie wat voor vertoningen in het Filmhuis Almelo goede films zijn. Hoe lang bestaat IFFR Festival eigenlijk? Goede vraag, durf ik niet hard op te zeggen, maar ik denk wel 60 jaar. Het is klein begonnen, Huub Bals was destijds een enthousiaste producent, filmhuisbezitter en die heeft het in Rotterdam opgezet. En het is nu wereldwijd een van de grotere festivals. Waarom 4 dagen? We vonden het leuk om er een 4-daags van te maken. Normaal draaien we alleen op de woensdag en op de vrijdag. En we vonden het nu leuk om te zeggen van nou, we gaan 4 goede films van Rotterdam gaan we achter elkaar draaien van woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Wanneer is het filmfestival eigenlijk? Het filmfestival zelf is altijd medio januari, eind januari, begin februari in Rotterdam. Het is een groot festival. Ik bedoel eigenlijk hier. Oké. Okay. Het filmfestival Rotterdam in Almelo hebben wij dus vanaf woensdag 16
donderdag 17 en vrijdag 18 en zaterdag 19 september in Hof 88. Hoe laat beginnen de voorstellingen? Alle voorstellingen beginnen 7:45. We hebben een actie voor de mensen die zeggen ik wil alle vier films zien. Die hebben een speciaal tarief. 4 films bekijken, 3 betalen. Wat vind je nou van het filmhuis hier in Almelo op zichzelf? Op zich hebben wij een goed draaiend filmhuis. We draaien zo'n 40 films per jaar. Van films van al over de hele wereld. Daar zitten films bij die wel eens ook in de bioscoop gedraaid worden. Maar meestal zijn het producties die wat minder bekend zijn. Maar desalniettemin zijn het hele mooie films. Kunnen het hele mooie films zijn. Kunnen het bijzondere regisseursfilms zijn. Kunnen het films zijn met een mooie scenografische weergave. Dat wil zeggen mooie beelden. Maar het kunnen ook kleine films zijn die voor een bepaald publiek geschikt is. En wat voor dagen zijn die hier? Wij draaien elke vrijdagavond om 7:45. Maar ook 2 keer per maand op de woensdagavond. Augustus 2002 en wij hebben nu een hele grote straat laten zien. We willen u toch niet onthouden de kaalslag die er op dit moment plaatsvindt. Ik ben hartstikke blij dat Trudy weer mee willen gaan en we gaan beginnen met de Poort van Kleef. Die staat er nu nog, maar over een week of 3 dan kun je ervan op aan dat hij weg is. De Poort van Kleef was een heel gerenommeerd hotelrestaurant waar wij als familie altijd de feestjes hielden. Ja, jij hebt ook nog die... We hebben daar toen onze receptie nog gehouden. Ja, toen we getrouwd zijn hebben we het feest nog gehouden, ja. En je hebt ook nog meegemaakt dat met begrafenis, dat we hier ook op de koffietafel hebben gehad. Ja. Dus. Het is al vrij oud, denk ik, of niet? Poort van Kleef. Ik weet al niet anders of de Poort van Kleef heeft hier... De vaste familie Hummels. Die ken je nog wel, hè? Ja, die ken ik nog, ja. Die meneer is pas overleden. Ja. De oude meneer Hummels. Naast de Poort van Kleef, dat is de grote Eén heeft erin gezeten. En dat was vroeger, was dat niet vroeger een politiekazerne of zo? Ja, iets van een kazerne of zo. Een heel oud gebouw. En dat is, na de tijd is dat verbouwd. En volgens mij is daarna is daar de Wonder van Almelo in gekomen. Oh, dat was een lampenzaak. Een lampenzaak, ja. En na het Wonder van Almelo kwam de grote Eén in. En volgens mij is het toen helemaal verbouwd, echt helemaal verbouwd. En die heeft er jaren niet gezeten. Ik denk al zo'n 25 jaar. We staan hier nu op de oude veemarkt. En daar staat een hele grote kei ligt daar. En ter plekke van die kei, daar had je vroeger een hele mooie kiosk staan. Oh, daar kan ik me niks van herinneren. En hier was nog gras met die stangen waar de koeien naar vastgebonden moesten worden. Ja. Dat was waar nu de weg is. Ja. Maar het was maar een heel smal straatje. In welk jaar was dat? Dat was nog na de oorlog, was dat nog zo? In de jaren 50, denk ik. Ja, toen is het veranderd. Ja, in de jaren 50 is het veranderd. Is veranderd. Ja, ja, ja. In de krant dat er nu allemaal appartementen zouden komen, 5 hoog of zoiets? Ja, verschillend. Volgens mij zou het daar hoog zijn, of net andersom. En dan trapsgewijze naar beneden. Ik geloof van 5 hoog naar 3 hoog. En dan gaat het ook nog om het hoekje heen in de... Geranium op de Geraniumstraat, ja. Ja. Maar als het klaar is, laten we jullie dat allemaal netjes zien, hoor. We staan hier tegenover de vroegere bondzaak van Heek, u allen wel bekend. En vanaf hier heb je een prachtig mooi uitzicht over de kaalslag die er op dit moment gepleegd is. Weet jij nog wat hier allemaal zo'n beetje op een rij zat? Oh, exact weet ik het niet, maar volgens mij was hier de HOMA. Bekende tekeningen en kantoorattributen. En dan stond daar op de hoek dat grote gebouw van Gruttering. Oh ja. Vroeger Gruttering. En de schoenzaak zat er nog. En de schoenzaak zat er nog van Hovink. Hovink. Ah ja.
helemaal in stukken gezaagd hebben, maar opnieuw willen we gaan gebruiken. Ja, dat was dat gebouw van Gruttering, van de Amsterdamse school. Ja, en daar heeft ook een wasseret erin gezeten. Daar heeft ook een wasseret in gezeten, ja. En dan had je daar verderop, dan had je daarachter, daar zat het hele Benningtgebied, die brug daar overheen. Nou, daar herken je nou helemaal niks meer van. En dan, als je dan verder kijkt richting Grote Straat, dan zie je dat alleen dat hoekpand er nog staat. Ja. En dat komt omdat daar een kapper in zit en die vertikt het om daar weg te gaan, omdat hij daar zijn brood moet verdienen. Dat moet ook nog afgebroken worden. En daar kun je van het torengebouw van Bendien, dat is een monument geworden, dat blijft nog staan. Ja. En alles wat er rechts van staat, dat gaat aan weg. Die oude panden, dat gaat allemaal weg. Ja, ja. Er zijn ook hele leuke pandjes bij tussen. Ja. Het gaat allemaal weg. Ja. Hier hebben we ook al gestaan. Dat, toen stond er alles nog, weet je dat nog? Ja, ja. Heb je ook al die opnames gemaakt? Was jij daar? Oh. Nee, dat was Herman Asselijn. Ja. En als dat gebouw weg is, dan is dat één grote open vlakte. Ja, dat is alles. Je kunt wel eens eentje die kant uitgaan. Ja. Mannen van 35 en 45 plus, kom van de bank af, ga voetballen. We hebben een prachtig initiatief bij Oranje Nassau in samenwerking met PH, een 45 plus toernooi. Iedereen is welkom. Kijk op de website, 25 september is iedereen welkom bij Oranje Nassau. Doe mee en geniet ook van die derde helft.